Good evening! Allereerst de beste wensen nog voor het nieuwe jaar. Dat mag ik nog wel zeggen, hè? Hoeveelste zijn we? De 11e. Tot de 15e mag dat officieel. Alright. Terwijl jullie allemaal binnenkomen druppelen, ga ik mijn mouwen al opstropen. Want we gaan iets heel leuk doen vanavond. Wie... ik wou er dus al invliegen. Misschien is het op zijn plaats dat ik mezelf even voorstel. Goedenavond, ik ben Anke. Aangenaam. Ik ben eigenares van Make, de winkel met fair fashion en beauty. Waar ik dus ook I Am Clean verdeel. Met Make wil ik laten zien dat we door kleine stapjes te zetten een groot verschil kunnen maken in deze wereld. Door bewust te kiezen voor bijvoorbeeld gezonde make-up zoals I Am Clean. En in mijn stories vandaag had ik het al lichtjes aangekondigd dat ik de Fallon eye look ga doen. Voor wie Fallon niet kent, Fallon Carrington is een van de rolletjes in Dynasty. Een superleuke serie over een jonge ambitieuze vrouw die haar mannetje wel weet te staan. En ze doet haar ogen altijd heel opvallend, heel groot. Ik ben dat dus aan het proberen, aan het oefenen. Let's say. En vanavond neem ik jullie mee in de Fallon look, de winged eye. Ik ga heel even laten zien hoe dat eruit ziet voor degene die Fallon niet kennen. Heel even zoeken door mijn filmrol terwijl jullie binnenkomen en dan gaan we er gewoon gezellig in vliegen. Als er vragen zijn tijdens de live, stel die gewoon in de comments. Kijk een replay, dan mag je ook nog altijd je vragen nadien stellen. Dus aarzel nooit om je vragen te stellen. Als je meer van mij wil, dan kan je ook mij volgen via het account van Make. En dat is @make.webshop op Instagram. And there you will find me. Als ik nu de foto kan vinden, dan kunnen we erin vliegen. Natuurlijk had ik dat geniaal idee om dat te laten zien. En nu weet ik, here she is. Dus dit gaan we doen. Ik heb zelfs speciaal mijn rood jasje aangedaan om de Fallon look te creëren. Ik weet niet of dat gaat helpen. Voilà, niet meer delen. En nu bedenk ik me net dat ik iets vergeten ben. Maar dat zien we zelfs wel. We gaan er eerst in vliegen. Alright, bril af, haar aan de kant. Voilà. Goedenavond. Ik ga beginnen traditioneel met mijn huid op te maken, met concealer aan te brengen onder mijn ogen. Om zo wat die vermoeide ogen weg te werken. Als ik langs de camera doorkijk, hier staat een spiegel. Daar. Niet dat je denkt, die kijkt scheel. Ook een beetje. Nee, is niet waar. Ik hoop dat jullie mij trouwens goed kunnen zien, maar ik denk het wel. Hè? Ja, de concealer must have in je make-up tas. En dan, dat helpt wel niet. Beter zo. En even fijn uitblenden. Ook langs die neusvleugeltjes, want met dat koud weer kunnen die nogal eens rood worden. Hier heb ik ergens een puistje opengekrapt. Shh, niemand zeggen. Niemand zeggen. Voilà, goed uitwerken langs die neusvleugel. Als ik ergens te snel ga, als je ergens vragen hebt, stel ze. Maar ik wil vooral de focus leggen op de ogen. Maar natuurlijk, een mooie opgemaakte huid is stap 1. Je kan ook omgekeerd te werk gaan door eerst je ogen te doen en dan je huid op te maken. Maar voor mij werkt dat zo niet. Dat strookt niet. Dat krijg ik niet klaar. Voilà. Concealer is mooi uitgewerkt. Ik gebruik overigens de concealer brush. Obviously. Dan minerale poeder foundation. Als volgende stap. Maar die kennen allemaal. Oei, ik ben aan het knoeien al. Ik ben al goed bezig. Ik ben al aan het knoeien. Altijd kabuki goed inwerken. In het minerale poeder. Amai. Zuivere kabuki in dit nieuwe jaar. En het is al stof. Goed afpoederen waar dat je concealer hebt aangebracht. Goed inwerken. Want alles wat je vloeibaar aanbrengt
Moet je goed inwerken, anders gaat het in de lijntjes kruipen. En daar heeft niemand iets aan. Oei, ik zie hier al iets. En met dat restje doe ik altijd zo mijn hals even. Maar als je de juiste foundation hebt, dan is dat eigenlijk niet nodig. Want mijn ambitie is niet om helemaal een décolleté te schminken. Maar om snel en efficiënt met gezonde producten aan de slag te gaan en mij klaar te maken. Voilà, de andere kant weer opnieuw goed afpoederen. En voilà. Hoe zijn de feestdagen geweest, dames? Hebben jullie nieuwjaar goed ingezet? Hebben jullie voornemens voor het nieuwe jaar? Laat het me weten. Let's start the conversation. Ja, voor wie al eens eerder een liveje van mij gevolgd heeft hier bij I'm Clean. Ik babbel graag. Ik heb graag interactie. Dat werkt voor mij beter dan dat het eenrichtingsverkeer is. Van ik die tegen mezelf babbel. Dus laat het me zeker weten. Hoe heb je het nieuwe jaar ingezet? Heb je goede voornemens gemaakt? En wat zijn die goede voornemens? Bijvoorbeeld, gezonde make-up gebruiken. Julie heeft lekker gegeten. Dat is al goed. Dan start het jaar sowieso goed. Balassen. Alright. Dan, volgende stap. Heb ik iets leuks voor jullie meegebracht? Want normaal gezien, doen we contouren, blush, highlight. Ik ga dat gewoon in één keer doen. Ik heb hier de Sunset, de highlighter meegebracht. Dat is zo aan de bronzige highlighter. Die ik blijkbaar niet goed dicht heb gedaan. Die potjes hebben een klepje voor iets, hè. Dus maar dat je het weet. En ik ga de grote poederborstel gebruiken om die bronzer in te werken. En ik ga die aanbrengen hier op de kruising. Dus ik ga die aanbrengen. Normaal gezien doen we contouren hieronder. In die holte onder ons jukbeen. Blush doen we op onze wang en naar ons jukbeen. En highlighter op ons jukbeen. En ik ga eigenlijk alle drie in één keer zo erover gaan. Ik neem de rest van mijn gezicht ook een beetje mee. Ik hoop dat je dat een beetje kunt zien. Zodat ik... Ik kan een beetje schuiven, hè, Maarten. Zo gaat je mij beter zien. Kijk eens. Wacht, daar zit dan nog de lamp zo een beetje... En mijn glaasje hier aan de kant, voordat we water hebben all over. Ja, zo zijn we normaal. Hier nogal iemand te veel gegeten. Lara. Lara heeft ook te veel gegeten. Hai, hai, hai. Oké, ik ga aan de andere kant hetzelfde doen. Dus ik neem de Sunset Highlighter. En die gebruik ik dus om blush, contour en highlight in één keer te doen. Met een groot penseel. Om zo wat kleur te brengen in mijn gelaat. Ik kan mijn neusje ook nog doen. Voilà. Dat was al snel en efficiënt. Hè? Wie had als voornemen snel en efficiënt make-up doen? Goede voornemens, regelmatig wandelen, duurzame kledij en make-up aanschaffen. Dan zijn we hier aan het juiste adres. Kei goed. Julie zegt dat is een leuke... Handig en snel. Ah ja, als we een winged eye willen doen, dan moet de rest snel en efficiënt gaan. Ik ga eens kijken of mijn spijltje hier nog in de laai ligt. Voilà. Met een pandmotiefje. Zo is het. Ja, het voelt wel stug, maar het is nogthans deze mooie gewassen. Oei, ik zie hier op 1 januari corona cadeau gekregen. Dat is niet zo'n tof cadeautje, hè. Maar dat komt ook wel weer goed. Verzorg jezelf. Tijd nemen om te genezen. Alright. Ja, dit ziet niet uit, hè. Maar ja, bon. Het gaat over wat ik met mijn gezicht aan het doen ben. Komt helemaal goed. Dus wat hebben we gedaan? Ik heb luierig gewezen en ik heb de Sunset Highlighter als bronzer, blush en all-in-one gebruikt. Voilà. Volgende stap. Dat ging lekker snel. Ik ga mijn wenkbrauwen eerst opmaken. Want voor ik aan mijn ogen begin, vind ik het altijd fijn om mijn wenkbrauwen op te maken. Zodat ik weet binnen welke contour of welke lijn ik moet bereiken. Ik
wil te snel babbelen. Binnen welke lijnen ik wil blijven. Ik ga vandaag een donkere wenkbrauw doen. Ik ga de Dark Taupe brouwpencil gebruiken voor mijn wenkbrauwen. Als je wenkbrauwen tekent, bijkleurt, aanvult, is het belangrijk dat je heel even rekening houdt met volgende... Oh my, ik kan niet praten. Even ademen. Ik wil te veel tegelijk. Een slokje drinken. Een beetje theorie. Want als we onze ogen mooi gaan opmaken, zijn die wenkbrauwen ook gewoon super belangrijk. Om je wenkbrauw op te maken, ga je eigenlijk rekening houden met de lijnen van je gelaat. Als je langs je neusvleugel, langs je oog naar boven gaat, tot daar mag je wenkbrauw komen. Dan ga je via die neusvleugel door je pupil naar boven, tot daar mag je wenkbrauw omhoog gaan. Dus daar is eigenlijk de hoek van je wenkbrauw. En als je dan langs je neusvleugel en de binnenkant van je oog naar boven gaat, tot daar mag je wenkbrauw gaan. Dus vanaf daar, daar start hij eigenlijk. Dus start, midden, einde. Dat gezegd hebbende, gaan we die wenkbrauw bijtekenen. Nu bij mij is dat best gemakkelijk, want ik heb die laten microbladen. Dus ik moet gewoon de lijnen volgen. Ik doe altijd graag eerst de staart van mijn wenkbrauw, omdat dat het donkerste stukje is. En dan ga ik eigenlijk kleine haartjes tekenen naar voren toe. Nu heb ik mijn spiegel te ver staan, hè. Het is me wat vandaag. Men moet er toch nog terug een beetje in komen. Ik was ook een beetje zenuwachtig again om live te komen. Nergens voor nodig, zegt. Dus de staart van de wenkbrauw eerst. Die mag goed donker. En dan naar voren toe. Op die manier. En aan de andere kant ga ik hetzelfde doen. Maar voor ik naar de andere kant ga, ga ik deze een beetje uitblenden. Met het wenkbrauwpenseel. Zodat dat één geheel vormt. Love the blazer. Yes, die heb ik speciaal aangedaan voor de felle look. Het is een vintage exemplaartje uit mijn kast wel. Maar dat mag, hè. Ik kan schouw dichterbij kijken. Die mag nog iets donkerder. Okay. Andere kant, hetzelfde verhaal. Dus ik ga, opnieuw, we hebben net gemeten. Tot daar mag die gaan. Daar is het midden. Daar is de aanzet. En ik begin weer langs achter. Mijn bureaustoel draait. Die staart goed donker aanzetten. En ik heb voor die donkere kleur gekozen, omdat dat bij die look van Fallon ook zo is. Hè. Zodat ik echt zo een fierce, strenge eye look kan doen. En als je iets hoort snurken, dat is mijn hond. Of zijn mijn honden. Wie zien we nog? Ik heb... Ik zie hier de vraag, ik heb al vrij donkere wenkbrauwen, moet ik dit dan ook doen? Niks moet, maar ik vind het heel fijn om de wenkbrauw heel even extra aan te zetten, zodat je toch dat extra karakter geeft. Wat je ook kunt doen, als je zegt van ja, die hoeven niet donkerder of feller, die heel even gewoon doorkammen met zo'n wenkbrauwborsteltje, met zo'n kammetje, zodat het poederige er zo wat uit is. Of gewoon heel even met een oorstokje zo wat nat erdoor gaan. Zodat die mooi in de plooi liggen. En dat het poeder van de mineralen poeder foundation die je gebruikt hebt eruit is. Voilà. En zo zie je dat al mijn blik veel strenger, sterker maakt. Ik zie hier nog fijn dat jullie meekijkt. Het is altijd leuk dat jullie meekijkt. Ik zie hartjes... Ja, inderdaad. Ik zie hier inderdaad nog iemand die zegt, als je wenkbrauw al mooi gevormd zijn, kan ze ook gewoon kammen. Alright. Ja, dus inderdaad, dat gesnurkt, dat zijn mijn honden. Alright, ik ben terug bij. Ja, dus mijn honden
Die zijn hier bij mij komen liggen. Die vinden dat gezellig. Ze zijn aan het snurken. Want we zijn al gaan wandelen. Die fout gaan we niet meer maken dit jaar. Alright. Dus mijn wenkbrauwen zijn opgemaakt. Ik ben een beetje van de hak op de tak aan te gaan. Omdat ik met de comments bezig was. Maar ik ga proberen mij terug te focussen. Als volgende stap ga ik met de ogen beginnen. Belangrijk. Breng eerst de eye primer aan. Zodat je een basislaagje hebt. Zodat niks in de lijntjes kruipt. En zodat de oogmake-up goed blijft. Oh, is die zo luid aan het snurken. Ja, ik zou het wel... Wacht, ik ga het laten zien. Ik ga heel even die eye primer op mijn ogen zetten. Ik ga ze laten zien. Ze liggen er wel heel schattig bij. Maar beter dat dan dat ze hier aan het vechten zijn natuurlijk. Ik ga ze even laten zien. Dus het gesnurk komt vandaar. Voilà, dan heeft iedereen dat ook meegekregen. Alright. Dus dat is niet mijn vriend of zo die hier ligt te snurken. Dat zijn echt mijn honden. In plaats van een zen-achtergrondmuziekje heb ik... mijn twee beageltjes. Ja, helemaal uitgeteld. Goed van mij, hè? Ik ben al gaan wandelen. Ik denk, die gaan me niet meer hebben dat ze hier gans luid zitten te spelen en mij komen aanvallen. Alright, eye primer. Ja, de eye primer, hè, heb ik aangebracht. Ik heb heel even opnieuw de concealerborstel gebruikt. Dat kan ook met de flat eye. Dat kan met eender welk penseel. Gewoon heel even uitwerken boven de ogen. En die ga ik afpoederen met de Clean compacte poeder. De oogschaduwpoeder. En daar gebruik ik wel graag de eye flat voor. Voilà. Heel even goed een penseeltje erin inwerken. En dan alles afdeppen. Want als gelijk ik in het begin zei, alles wat je vloeibaar aanbrengt, moet je ook heel even afpoederen. Zeg je nu, oh, ik wou meedoen, maar ik heb die clean kleur niet. Dan doe het heel even met uw kabuki en uw... Wauw, minerale foundation poeder. Daar kun je ook perfect... kan ik nu echt niet praten en iets doen tegelijkertijd. Het gaat echt... dus als je geen clean hebt of geen matte oogschaduw die je daarvoor kunt gebruiken voor dat af te poederen, gebruik dan heel even opnieuw je minerale foundation met je kabuki, dat je het gewoon goed vastzet. Of je doet een beetje minerale foundation op je klein penseeltje om dat vast te zetten. Voilà, dat wou ik zeggen. Oké, als we dat gedaan hebben, komt het spannendste. Je kunt op twee manieren te werk gaan. Of je kiest nu twee kleuren, een tussenkleur en een donkere kleur, om in die arcadeboog en in die hoek te gaan werken. Of je doet het met één kleur. Up to you. Ik ga gewoon laten zien hoe dat je het met twee kleuren doet. Ik ga dus veiligheidshalve met de Pure beginnen, met de compacte oogschaduw Pure. Maar je kunt ook perfect met alleen maar de Mad About You deze ooglook doen. Ik neem de blending brush en de Pure. En die ga ik vervolgens in mijn arcadeboog aanbrengen. Dus dat is echt zo, juist waar je oog naar binnen gaat. En voor iedereen die zo'n beetje een lapje heeft als mij, je kunt dat iets hoger zetten, zodat je optisch je oog groter maakt. En daar ga je met een blendbeweging, een ruitenwisserbeweging, eigenlijk die oogschaduw creëren. Voilà. En dat doet je aan twee kanten. Dit is een extra stapje, maar je kan ook in één keer de volgende stap nemen. Eén ogenblik geduld. Maar wat de bedoeling is dat je eigenlijk gewoon die schaduw creëert, die dieper liggende schaduw, zodat de rest van je oog goed naar voren gaat komen. Ik ben een beetje zenuwachtig voor deze look, merk ik. Waarom? Nobody knows. Alright, en dan neem ik de Mad About You, de donkere bruine matte oogschaduw, de compacte. Weer opnieuw
op mijn blending brush. En die ga ik hier vanuit het hoekje starten. En zo naar boven blenden. Het belangrijke is dat je hier goed dat hoekje hebt. En dan zo naar boven blendt. Maar je ziet dus, die Pure, als je die niet doet, dan kun je deze ook nog iets verder doortrekken. En op die manier. Hey Cindy, voor jou ook de beste wensen. Ik ben een beetje zenuwachtig vandaag. Ik vind het spannend om deze look te doen. Op die manier. Wees er zelf zeker als fel en dan komt het zeker goed. Alright, dat is waar. Dat is waar. En aan de andere kant doe je dus hetzelfde. Je gaat hier, je maakt zo een V'tje in die hoek van je oog. En dan gaat je dat omhoog blenden. Eigenlijk op je, hoe noemt dat? Slaapbeen, oogbeen, bot, schink, die schink die daar loopt. En belangrijk is dat je op dus je oog heel groot maakt, want dat heeft vellen ook, hè. En dan gaat je dan nog een keer over om dat donkerder te maken. Je gaat zo donker als je zelf wilt, hè? Als je jezelf comfortabel mee voelt. En als je denkt, oeh, dat was te donker, dan blijf je gewoon heel even blenden. Arcadeboog, dat was hem. Thank you very much. En blijf je blenden, totdat je het hebt op de manier dat je wilt. En wat je ook kan doen, is vervolgens dit mee doornemen onder je oog. Zonder in je oog te poken en met je mond open. Altijd leuk om te kijken naar iemand van de thuisbaas. Limburg bedoelen we dan? Is het zo obvious dat ik van Limburg ben? Wel, welkom. Zo, aan de andere kant ook nog een beetje dieper en donkerder maken. Ah ja, want anders hebben we één ander oog als het ander. En dan aan de onderkant neem ik dat weer meer door. Dit hoeft niet zo heel spannend en moeilijk te zijn. Hoeft ook niet lang te duren. Dus maar hoe lang je wilt blenden, hoe donker en hoe intens je de look wilt maken. En hoe meer je blendt, hoe zachter het weer wordt. En hoe meer laagjes, hoe intenser dat het wordt. Maar vooral belangrijk is dat je goed hier die hoek, ik weet niet of je dat goed kunt zien, dat je hier die hoek goed donker intens aanzet. En dat je vooral de rest van het oog heel open en licht laat. En om dat effect nog iets meer door te trekken, heb ik mijn flat hier ergens liggen. En heb ik de Happy. Dus Happy. Deze kleur heb ik gekozen. Je kan eender welke glanzende lichte kleur hiervoor gebruiken. Ik heb nu Happy gekozen, omdat ik dan een hele mooie zachte kleur vind. Die ga ik weer goed aanbrengen op mijn flat eye brush. En die ga ik al deppend over dat lichte stuk opnieuw zetten. Dus het bewegende ooglid is grotendeels licht. Neem dat hoekje ook heel goed mee. En blend dat heel goed, mooi over je heel oog uit. Wat je dan nog kunt doen, is nog eens snel met die blenderbrush dat in elkaar laten versmelten, zodat je geen dikke lijnen daartussen hebt. Dat je niet streepje dit, streepje dat hebt. Maar dat je op deze manier amai, zo rustgevend om naar jou te kijken. Al zit ik hier nu de hele tijd te denken dat je mega hard op Chantal, Cara van de Aura. Ah, van Spring. Leuk. Volgende keer zullen we een Spring make-upje doen dan. En bedankt voor het compliment. Amai. Op het bewegend ooglid ben ik Happy aan het gebruiken. Dus ik heb gebruikt Pure als Clean als allereerste om mijn de primer af te poederen. Dan heb ik de Pure gebruikt in de arcadeboog. En de Mad About You hier in de hoek. Om dat goed diep en intens te maken. En op het bewegende lid heb ik Happy gezet. Wat ervoor zorgt dat dat zo mooi opgelicht wordt en naar voren komt. En die Happy kan je vervolgens ook hiermee doornemen.
zodat de onderkant ook de bovenkant reflecteert. Op die manier. Ik hoop dat je het een beetje goed kan zien eigenlijk. Dus een hele intense... maar het hoeven eigenlijk maar twee kleuren te zijn. Dus je neemt heel goed diep de buitenkant mee en licht over het bewegende stuk, zodat dat goed naar voren komt. Onderkant neem je dat hetzelfde mee. Wat je dan nog extra kan doen, is aan de onderkant de cream in je waterlijn te zetten. Zodat dat oog nog iets groter wordt. En nu gaan we iets heel spannend doen. Hè? Nu komt de eyeliner. Hè? Dat kunnen we zelfs nog een keer herhalen. Moest je merken dat je smost met je mascara of zo. Maar je ziet, die cream zorgt dat je oog dan nog eens meer naar voren komt. Alright, de eyeliner. Het is daarom dat ik zo zenuwachtig ben. Want 's morgens doe ik dat zo hoep, soep, soep. En dan is dat gebeurd. En dan, nu moet ik dat live voordoen, hè. Ik ga de... kan deze look eigenlijk ook als je diepliggende ogen hebt? Zeker en vast. Dat gaat zelfs nog mooier en groter naar voren komen. Belangrijk is gewoon dat je die donkere kleur echt in je arcadeboog doet. En die lichte kleur ervoor zorgt dat de rest naar voren komt. Dat gaat super mooi zijn. Oké, eyeliner. Heel even een klein beetje theorie. Eyeliner is belangrijk dat je die zet. Gaat lukken en van foutjes kunnen ook leren. Dat is waar. Dat is waar. Belangrijk is dat je bij eyeliner eigenlijk in het verlengde hier van je waterlijn je eyeliner gaat maken. Dus je kan bijvoorbeeld heel even, ik heb hier de Black Pearl, de Loose Mineral Foundation staan. Ik ga daar heel even mijn penseel in aanzetten, zodat je kan zien hoe dat al werkt. Je kan bijvoorbeeld ook met alleen oogschaduw, die eyeliner aanzetten. Oké, ik moet dichterbij. Hoe ga ik dit doen? Ik ga deze kant nemen. Dus uw waterlijn loopt verder door zo. Ik hoop dat je dat kunt zien. Daar moet mijn eyeliner komen. En aan de andere kant hetzelfde. Ik kan dat ook doen, hè. Zet bijvoorbeeld met een lichte oogschaduw een lijntje waar dat je lijntje moet trekken. En dan... dat is al stap 1. Oké, ik ga de eyeliner potlood nemen. Ik ga hier plaats maken. Ik ga op mijn knieën zetten, dat ik goed dichtbij kan. Ja, ik ben een brildrager, hè? Dus normaal gezien sta ik echt met mijn kop in de spiegel. Dus ik ga proberen om dat zo duidelijk mogelijk te laten zien. Dus die lijn, die ga ik al meetrekken. Als je je ooglid vastneemt, belangrijk dat je omhoog lift en niet naar beneden. Als je naar beneden lift, dan ga je zo'n droopy eye creëren en dan gaat je eyeliner ook zo staan. Dat willen we niet. We willen dat die onze ogen zo strak groot maken. Oké. Dus. Eyeliner, eerst deze lijn. Ik ga het poppeltje weer uitdraaien. Eerst deze lijn. En omdat ik nu die lijn al getrokken heb, is dat gemakkelijk, hè? Dus je hebt gezien, eerst heel even met zo'n plat penseeltje, gelijk die van de wenkbrauwen, die lijn zetten. En dan ga je van net onder dat puntje naar de binnenkant van je oog gaan. Dus je gaat net onder dat puntje starten. Hier vliegt een vliegje. En dan ga je naar het middenste punt van je oog. En werk altijd van buiten naar binnen. Waarom zeg ik dat? Om te voorkomen dat je à la Amy Winehouse op het einde in je haar ergens zit. Dat mag ook, hè. Het is gewoon niet de look vandaag. Van buiten naar het midden. Right. Ja, praten tegelijk, dat gaat niet. Kijk dan even goed dat je alles opgevuld hebt daarbinnen.
Hey, vol tips zit ik. Nu nog de uitvoering. En dan ga je eigenlijk, wat ik dan makkelijk vind, is dan van de binnenkant naar dat midden toe weer die lijn afwerken. Op die manier. Als je nu zegt, mijn oog zweet nogal eens, is nogal eens vettig. Het is belangrijk dat je de eyeliner zo woesh, woesh, woesh. Ja, op zijn Limburgs, hè. Ik zie hier. Een wing is echt niet mooi bij mij. Te veel huid. Nu, ik heb ook best veel huid. Maar als je, zoals ik net zei, goed start vanuit die waterlijn. En daar je lijn trekt. En zo opbouwt. Komt dat echt wel goed. Ik heb er vertrouwen in. En dan kan je de onderkant nog zo mee doortrekken, zodat dat mooi één geheel vormt. Hè. Ik was net aan het zeggen, als je zo last hebt van zwetende oogleden en zegt van ja, zo'n potloodje dat blijft niet goed bij mij. Neem dan nadat je liner, nadat je je wing hebt gemaakt, heel even bijvoorbeeld de zwarte oogschaduw Black Pearl. Ik was weer aan het twijfelen. En ga daarover, hè. Poeder dat af, net zoals ik daar straks zei, van alles wat je vloeibaar aanbrengt. Concealer, wat heb ik nog gezegd? De primer, poeder ook je lijntje af, hè. Dan blijft dat ook gewoon mooi op je oog. En dan kun je ook weer zo langs onder dat mee doortrekken en op je wang knoeien. Dat is voor de show. Ja, en aan de andere kant doe je exact hetzelfde. Op goed geluk. Nee. Dus ook daar gaat je weer die lijn die je daarnet gemaakt hebt doortrekken. En dan start je vanuit het puntje en gaat je mooi naar het midden van je oog. Ja, en die schrik om te groot uit te komen, ga van buiten naar binnen. Dan gaat je niet telkens verder en verder en oei, deze kant nog een beetje en deze kant nog een beetje en deze kant nog een beetje. Want dan eindigt je inderdaad ver van waar dat het gepland was. Ik ga heel even in de spiegel kijken. En vooral niet denken dat dat allemaal in één keer moet, hè? Dat dat één vaste, volle lijn moet zijn, hè? Ik trek ook verschillende streepjes, hè? En begin met een mini-wing. Moet daarom niet in één keer. Ik ben ook al een hele poos aan het oefenen om dit te kunnen. Nu is mijn oog aan het tranen en nu gaat dat niet. Dat kan ook gebeuren. Op camera ziet je niet. Nee, dat is niet voor durvers. Oefening baart kunst, hebben ze mij altijd gezegd. En hoe meer je iets doet, hoe beter je dat lukt. Dus ik vind dat niet voor durvers. Ik vind dat iedereen dat kan. Maar zo ben ik wel. I have faith in everyone. En dan trek je dat mee door aan de onderkant. En dan poeder ik dat weer af met de Black Pearl. Als ik tussenin een vraag heb gemist, stel ze gerust opnieuw, hè. Ik doe dat niet expres. Ja, en praten en dit doen is ook echt top idee van mezelf. Voilà. Op die manier, zo en zo en hier. Als je nu zegt, mijn wing is niet strak genoeg. Ook daar heb ik een leuke tip voor. Dan moet ik alleen heel even een tisje zoeken. Want als je dan vervolgens je penseel terugzuiver maakt. Tjoe, ik heb geen tissue, ik heb geen tissue. Heb ik nog ergens een zuiver penseel? Don't walk away. Ik heb hier even een zuiver penseel gepakt. Dan kun je heel gemakkelijk. Dan neem je een beetje van je primer. Neem je een beetje terug van je. verslik ik me ook nog. Uw oogprimer. Dat moest ook nog gebeuren, hè, deze live. Dus eigenlijk maak je penseel terug zuiver. Je neemt terug een beetje van je oogprimer. En je doet dat op je penseel. En je gaat heel voorzichtig langs de onderkant
van die wing af om die strakker te maken. Dit doet je wel naar de buitenkant, zodat je wat te veel is, gewoon kunt wegvegen. Andere kant hetzelfde verhaal. Heb ik geknoeid, ben ik te wild geweest, dan maak je die mooi strak met een zuiver penseel en een beetje primer. Et voilà. Wat is de truc? Het feit dat je die primer is zo qua textuur een beetje je ne sais quoi. En daardoor kan je gewoon heel gemakkelijk dat mee wegnemen. Et voilà. Ik ga mascara aanbrengen om het geel af te maken, want dan pas is het echt wat het moet zijn. Ik heb hier gewoon de Clean Mascara Black voor me liggen. Belangrijk als je mascara aanbrengt dat je goed aan de aanzet van de wimpers begint en zigzaggend erdoor gaat tot aan het puntje van de wimper. En dat je je mond goed ver open doet. Nee, dat is geen must, maar dat helpt bij mij. En ik doe altijd minstens 2 laagjes. En ik neem ook die onderste wimpertjes mee. En ik zei daar straks, we kunnen die clean die cream potlood nog een keer opnieuw doen. Ja, qua textuur, lipgloss, zo'n beetje siliconachtig. Dus je kan dat bijvoorbeeld ook met een beetje lippenbalsem of zo doen. Voor die eyeliner een beetje strakker te maken. Wel belangrijk dat je een zuiver penseeltje neemt om dat overtollige eigenlijk weg te nemen. Ik heb hier de gewone Clean Mascara Black. Niet de Big and Bold, sorry. Maar daar gaat dat ook mee, hè. Alle, uw mascara aanbrengen. Ja, praten tegelijk, dat is zo'n ding, hè. Als je ogen aan het doen bent. Als ik mijn huid opmaak, dan kan ik echt met mijn ogen dicht. Maar zo'n mascara, dat vind ik nog wel een dingetje. Oké, andere kant. Hup. En wie goed opgelet heeft in het begin, Fallon had een rode lippenstift op. Dus dat gaan we ook nog doen om het geel af te maken. Stel terwijl al je vragen, zodat ik die nog kan beantwoorden. Zo'n mascara, dan maak je het toch af, hè, voor dikke zeg. Alright. Wat doe je het best als je knoeit op je ogen? Dat heb ik heel vaak met mascara. Afblijven. Doe jij een wimper? Ik doe geen wimperserum. Ik ben er een beetje lui voor. Moest je nu gesmolst hebben met je mascara? Happens to me every morning. Behalve als ik een live doe, dan blijkt het altijd wel goed te gaan. Omdat ik dan meer aandacht heb, denk ik. Moest je nu knoeien met mascara? En je denkt, oh nee, heel mijn eye look waar ik nu zo aan gewerkt heb, verknald. No worries. Laat dat drogen. Doe bijvoorbeeld zoals wij nu gaan doen. Doe eerst je lippen. En ga dan dat oplossen. We lossen dat dus dadelijk op. Zodat je blijft kijken, hè. Ik heb hier de Timeless Mini Lipstick van de Timeless and Tempting setjes. Ik heb er nog een paar, dus moest je die nog willen. Daar zit ook die potlood die we net gebruikt hebben voor de eyeliner aan te brengen. Die zit daar ook in met de lipstick en de lipgloss. En ik heb de potlood Nude bij om eerst heel even mijn lippen in te kleuren. Zodat de lippenstift amai, goed blijft zitten. Dus ik ga echt gewoon mijn lippen inkleuren. Als je rode lippenstift doet, nog beter zou zijn een rood potloodje. Maar de nude kan echt met elke andere lippenstift samen. Dus dat vond ik gemakkelijk. Nee, en nu kan ik niet gaten, hè. Als er graag zijn, sta daar. Dus dat doe ik nu gewoon als basis, als primer eigenlijk. Hè. Zodat de lippenstift die we nu gaan aanbrengen heel goed gaat blijven. De mijne is gevallen. Dramatic. Ik doe altijd graag eerst dat kruisje. Dus zo.
En dan de rest van mijn lippen. Hoe weet je welke rode lippenstift bij jou past? Ah, wel, je kan gaan kijken naar de ondertoon van het rood. Dus eerder een koel of eerder een warm. Dus de kleur van de lippenstift, eerder koel of eerder warm. Weet je of jij een koel of een warm type bent, gebruik je de peach of de pink. Daar weet je al veel van. Gebruik je de peach, dan heb je eerder een warme ondertoon. Dus dan kies je ook best voor een warme rood. Dus waar meer geel in zit. Ben je eerder het pink type, dan kies je eerder voor een koele ondertoon. Nu, de minerale lippenstift, die gaat zich wel een beetje aanpassen aan jouw huidtint. Amai. Oké, dus rode lippenstift. Check! Praat het er wel, dat gaat niet. Hè? Dus kijk heel even naar de ondertoon van je huid. En bepaal op basis daarvan welk rood dat bij jou past. Ook met andere kleuren lippenstift. Hè? Ben je eerder een warmer type, dan kies je beter een warmere tint. Ben je eerder een koel type, dan kies je eerder een koelere tint. Ja, iedereen lacht er een beetje mee dat ik hier met mijn patattenmond aan het praten ben. Hoe kan je een felrode lippenstift zachter maken? Door bijvoorbeeld een penseeltje te gebruiken. Dus dan neem je minder product en spreid je het meer uit. Je kan het een beetje afdeppen met een tissue, een beetje afpoederen. Of een andere neutralere kleur eronder brengen. Of bijvoorbeeld gewoon alleen een heel klein beetje in het midden van je lippen doen. En die dan zo verspreiden, zodat het eigenlijk maar een heel klein beetje rode lippenstift is die je hebt. Sophie vraagt of het filmpje ook bijgehouden wordt voor de mensen die laat werken. Het filmpje wordt opgeslaan. That I promise. Spreken ik kan. Dus ik save het, zodat je het ook nog kan later bekijken. Rode lippenstift gewoon doen, vind ik ook. Moest je nu daarnet gesmost hebben met je mascara, dan kan je met je penseeltje zo heel voorzichtig daarover gaan om mascara weg te vegen. Je kan ook gewoon met een oorstokje doen. Want mascara is niet gemaakt om op je huid te hechten, maar wel voor op je haartjes. Dus als ik mijn ogen zo mooi heb opgemaakt, dan doe ik zo met mijn blenderbrush zo heel even dat gesmost wegnemen. En of met een oorstokje kan dat ook perfect. En hieronderin ga ik daar ook meestal zo nog eens er langs af. Zo mooi. Ik ga hem zeker eens proberen. Meantime, deze look proberen. Echt een tof look. Tag mij, hè. Als je de look probeert. Ik ga hier de speldchance terug uit mijn haar doen. Ik had nog wimpers willen plakken, maar die ben ik dus vergeten. Dat is voor de volgende keer. Want dan maakt die look helemaal af, hè. Alright, zijn er nog vragen over de look? Over hetgeen dat ik allemaal gedaan heb, over hetgeen dat ik uitgelegd heb? Ja, please, tag mij als je de look uitprobeert. Tag I am clean, of course. Maar ook make.webshop of make.webshop. Zodat ik ook kan zien dat jij de look uitprobeert. We gaan nog heel even fellen er terug bij halen om te kijken of het inderdaad nog... Oeps, sorry, ik was te wild. Ik ben fellen terug aan het zoeken. Ik was te wild. Sorry. Ja, ik had dat daarnet eens beter moeten aanpakken. Ik had het moeten opslaan. Hè? Maar het komt eraan. Zodat we een goede foto hebben ook voor de cover. Hè? Hebben we nog 5 minuutjes? Ja, ik wel. Hier is ze. Kijk. How did I do? Wacht, dan moet ik... Ja, met een décolleté, dat is niet gelukt, hè. Alright, kan ik nu ook dit terug wegdoen? Ik wil terug alleen mijn hoofd. Oh god. Oké. Okay. Ik ga mijn bril terug opdoen.
Ik ga nog heel even de kans geven om vragen te stellen. Ik zie hier nog een paar voorbij komen. Vind je dat ook enkel de ogen en lippen kunnen opgemaakt worden zonder het hele gezicht te doen? Goh, ik zou gewoon heel even met de poeder foundation over je gelaat gaan. Dat geeft toch altijd een beetje extra. Het hoeft niet, hè. Als jij een mooie glowy skin hebt, mag dat zeker. Maar ikzelf voel me daar niet comfortabel bij. Heel mooi, zalig. Dank je, dank je, dank je, dank je, dank je. Zijn er nog vragen? Is er nog iets wat ik moet herhalen? Is er nog iets wat je wil weten? Ik ben zelf best wel trots dat het zo goed gelukt is, live on camera. Want dat is altijd wel een dingetje met zo'n winged eye. Hoe deelde je die foto voor als ik ook nog eens live ga? Je hebt hier, als je live gaat, hier zo, waar mijn vinger nu is, staat zo het symbooltje van de foto's. Als je daarop tikt, kan je een van de foto's uit je fotoalbum delen. Dat heb ik pas ontdekt. Dus dat is wel handig. Ja, dat was hem. Dat was hem, de Fallon Winged Eye Eye Look. Met red lip. Overigens, want ik heb die lippenstift nu zo opgesmudged. Echt gesmudged, zie ik. Ook hier, hè, als je die rode lippenstift strakker wilt maken, doe opnieuw met zo'n zuiver penseeltje, een plat penseeltje, wat primer en ga daar zo langs af, zodat je dat strakker kan maken. Vaker komen. Zeker doen. Altijd leuk hier. Alright. Als je nog vragen hebt na afloop van de live, stel ze gerust in de comments. Zalig. Stel ze gerust nog in de comments, dan probeer ik daar nog op terug te komen en op te komen antwoorden. Of iemand van I Am Clean, van de collega's, gaat daar met veel plezier op antwoorden. Als je meer van mij wilt zien, meer van mij wilt weten, kan mij ook vooral volgen at make.webshop. Als je iets van de producten wilt kopen, dat kan. Dat kan bij mij, www.ma-ke.eu. Dat kan via I Am Clean, dat kan via de I Am Clean verdelers, dat kan bij mij in de winkel. Dus neem een kijkje op www.iamclean.com om te zien waar dat ze verkocht worden. En Birgit zegt dat ik vaker moet komen. Ik ga mijn best doen. Ik sta nog één keer op deze maand, geloof ik. Maar het ontgaat me wanneer. Er is eind van de maand. En februari sta ik ook begin en eind van de maand op. Dus ik laat je niet in de steek. Ik ga vaker komen. I promise. Maar kom ook vooral mij volgen, dan zie je meer van mij. Bedankt voor het kijken. Hele fijne avond en hopelijk tot de volgende keer. Bye bye.